Het kinderboek Het schoolreisje is gisteren in 8 moedertalen die in Suriname worden gesproken uitgebracht. Het boek is geschreven door de kinder- en jeugdboekschrijsters Indra Hu en Hilly Arduin. Voor leesboek gisteren hebben de auteurs aangegeven dat dit boek bedoeld is als verdere prikkel voor de Surinaamse natievorming. Schrijfsters Hu en Arduin hebben de Nederlandse tekst geschreven, terwijl de overige vertalingen door andere Surinaamse staatsburgers zijn gedaan. In het boek komen onder andere de talen Engels, Chinees, Sarnami, Surinaams-Javaans en Okaans voor. Arduin gaf aan dat het boek niet alleen voor kinderen is. Het is een voorleesboek. Dat is het eerste doel. Indra Hu en ik zijn kinderboekenschrijver. Dus het is een boek om gelezen te worden. En dit is een boek, een voorleesboek. Dus voor kleine kinderen, grotere kinderen en ouders kunnen het zelf lezen. Dat is het eerste doel. En waarom doen we dat? Omdat we vinden dat lezen belangrijk is. Lezen is leuk. En omdat je wil dat kinderen lezen, moet je boeken schrijven waar kinderen zich in herkennen. En als je dus naar Het schoolreisje kijkt, is het een boek waar alle Surinaamse kinderen zich in kunnen herkennen. Het is gewoon leuk dat kinderen in de boeken zien dat hun taal in een boek is. Voor het uitgeven van dit boek hebben de schrijfsters een grote sponsor gevonden die nodig was omdat ze alle kleuterklassen van de basisscholen willen voorzien van het boek. Omdat alle scholen van Suriname, de kleuterklassen, de opleidingen tot onderwijzers, gratis een boek krijgen. En dus daarom, er zijn ook een paar boeken voor verkoop, maar de meeste boeken worden gratis weggegeven. Behalve natievorming moet dit boek ook ervoor zorgen dat de bewustwording over het milieu in Suriname op gang komt. De illustraties van het boek Het schoolreisje zijn gemaakt door German Kadusu. Het boek is uitgegeven door de stichting Rupsje Regenboog.